Piet, met wat een verschrikkelijk gevoel moet jij hier staan. Ja, dat kan je wel zeggen. Als je 4-1 verliest, dan is dat klote. En dan, dan sta je niet met het uiteindelijk fijnste gevoel mee. Nee, het wordt 4-1. Een grote uitslag. Een uitslag die doet vermoeden dat het ook een groot krachtverschil was vandaag. Maar dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Nee, maar ja, we praten elke week over geen krachtverschil. Maar elke week wordt het 3-0, 2-1, 4-1. Dat is gewoon is kwaliteit. En de jongens schieten ze gewoon op de momenten wanneer het hoort, schieten ze binnen. En dan krijgen wij steeds een klap. En dan moet je dat weer centen verwerken. En op dit moment kunnen wij die klap nog steeds niet verwerken. Nee, is het zo, want je zegt het al, het spel is op zich wel goed. Alleen we krijgen makkelijk doelpunten tegen. Hoe kun je dat verklaren? Zijn dat gewoon incidenten, gewoon spelers die foutjes maken? Of ligt het aan het hele team? Natuurlijk zijn het incidenten, maar natuurlijk zijn het ook teamfouten. Je speelt als een team, dus je verliest ook als een team. En goals horen bij het voetbal. Maar ze gaan er op dit moment makkelijk in, dus daar moeten we voor waken. Ja, wat heb je net, je bent in de kleedkamer geweest, iedereen teleurgesteld. Worden er nog verwijten gemaakt? Hoe gaat dat dan? Nee. Verwijten is op dit moment niet het juiste moment. Ik denk dat je eerst gewoon rustig over na moet denken en morgen kunnen we daarop terugkomen. Maar op dit moment gaan we niemand wat verwijten. Zijn er parallellen met de wedstrijd tegen PSV en Feyenoord, waarin jullie ook gewoon goed meevoetballen en waar het uiteindelijk ook 3-4-1 staat? Ja, precies. Dat zijn de topploegen. En die maken ze nogmaals op de momenten wanneer het moeilijk wordt voor ons, maken hun doelpunten. En wanneer wij lekker in het spel raken, dan zie je dat hun eventjes net een doelpuntje tegenscoren. Dan is dat ook een mokerslag en die moet je wel zien te verwerken. En als het net 1-0 is en we zitten net lekker in de wedstrijd en het wordt 2-0, dan is het weer een klapje. En dat zie je maar.